lang was jij mijn gabbe. Als een broer hield ik van jou. Zie je nog daar op de stoep staan? Je stond te rillen van de kou. Zonder huis en zonder centen. Zelfs je vrouw ook die was je kwijt. Ik zei kom zo lang hier wonen. Maar daarvan heb ik nu spijt. Was dan jouw vriendschap niet zo groot? Hoe vaak lag jij daar in mijn bed? Zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn trouwen? Later werd ook een kennis van de bestuurder opgepakt, een man uit Wommelgem. Hij werd na verhoor vrijgelaten. En in een gesprek met onze redactie vertelde hij dat hij in zijn vriend geen terrorist ziet. We konden spreken met een vriend van de man. Na een nachtje in de cel is hij weer vrij, de vriend van de verdachte. De twee kenden elkaar nog niet zo lang, een tweetal weken. Ik heb die gewoon in een café tegengekomen. We zijn een beetje bevriend geraakt. En ik heb hem toen uitgenodigd bij mij thuis om verder te feesten en van het een is het ander gekomen. En dan heb ik hem gezegd dat mijn vader overleden is geweest en ik kledij heb dat ik cadeau kan geven omdat ik te veel heb. En hij was geïnteresseerd en ik heb hem dan een kostuum gegeven van Paracommando. Niet bij nagedacht natuurlijk dat mijn naam erop stond. Ik heb hem wel gezegd dat hij dat zeker en vast niet mag dragen met de naam op. Omdat dat misschien wel problemen zou kunnen brengen. Dus als hij het wil dragen, dat hij de naam eraf haalt. En daardoor ben ik, zijn ze op mij ook terechtgekomen. Maar wat denkt u, want ja, u kent hem wel een beetje. Hij reed over de meer met een hoge snelheid. Wat zou zijn bedoeling geweest zijn? Geen flauw idee. Dat is iets waar ik niet kan over oordelen. Is het iemand die u in staat acht om een terreuraanslag te plegen? Ik denk het niet eigenlijk. Er kwam niet zo direct niet op eigenlijk dat een persoon was die dat eigenlijk aanslagen zou willen plegen. Per ongeluk, ja. Zijn gaspedaal een beetje te hard ingedrukt. Vrienden, rij je dicht.